Hoi jongens, we gaan het in deze video hebben over de Serie A. In de vorige video's hebben we het gehad over de Premier League en over La Liga. En nu lekker tijd voor de Serie A. We beginnen met heugelijk nieuws. Matthijs de Ligt is weer terug na 3 maanden blessureleed aan zijn schouder. En Souli, hij stond er weer, hè? Als een huis, als een rots. Welcome back. Heb je de bovenbenen gezien? Van zo, niet Matthijs normaal, jongen. Die zijn nog meer verdubbeld. Een soort van hulk wordt het. Het lijken wel twee van die Romeinse pilaren die waar hij op staat. Hè? Ze waren al groot, altijd al toen hij 17 was. En je zag hem ook weer bij hoekschoppen aanvallend gezien. Zag je hem weer flink bezig, duels uitvechten. En ook ruimte vrijmaken voor Ronaldo, die natuurlijk heel goed zo'n corner kan lezen wat er gebeurt. En dan op de juiste plek staat om hem binnen te tikken. Maar maakt weer oorlog. En ook in de 1-1 snelheid, duelkracht. Knap hoor, zo terugkomen. En dat is best wel, als je een lange periode weg bent geweest en ook voor je club, voor je ploeg, de laatste 10 wedstrijden eigenlijk met een half lichaam hebt gespeeld, met een half bovenlichaam, omdat die schouder een probleem was. En dat zag je ook, de manier waarop je duels aanging was toch een beetje voorzichtig, misschien niet erop vallen, want stel je voor dat je nog meer schade aan dat gewicht krijgt. Dat heeft hij dan voor zijn club over gehad, is hij een tijdje weg. Hij zou oktober, november terugkeren. Ik denk dat ze bij Juventus hebben gezegd, die interlandperiode die slaan we nog even over. En dan ben je meteen daarna ben je klaar om eigenlijk weer aan je tweede seizoen te beginnen. En dan sta je in je eerste wedstrijd meteen op deze manier. Maakte wel indruk op mij. En ook op de Italiaanse journalisten. Want denk ik, bijna alle Italiaanse kranten een hoog cijfer gekregen. 7,5, 8. Ja, zeker. Dus dat is ook een goed teken. Maar het is natuurlijk ook een aparte. In die zin, we hebben het vaak over Haaland. De Golden Boy nu, maar vorig jaar was Matthijs de Ligt de Golden Boy. En niet zomaar, dat is wel om een reden. Dit is een jongen die op zijn 18 al aanvoerder was. Die al 20 wedstrijden heeft gespeeld in het Nederlands elftal. Die vrij jong is nog. En die Bonucci en Chiellini, toch twee monumenten bij Juve, geruisloos kan vervangen. Want hij speelt natuurlijk met Demiral nu achterin. De toekomst van Juve. En ik vind Mehdi Demiral ook een geweldig. Er zit een bepaalde passie in voor willen verdedigen. Ja, maar net als de Ligt. Als de Ligt. En als Ronaldo scoort, is altijd, moet je maar opletten, Mehdi Demiral als eerste bij hem. Het vieren van een doelpunt, daar zit bij hem echt grinta in. Dat vind ik mooi om te zien. Ja, maar ook het vieren van een tackle. Dat viert Demiral. Ja, dat vind ik mooi altijd. Vind ik ook geweldig om te zien. En we hebben ook zo'n speler nu in de League 1, Sven Botman. Heb je de tackle gezien? Ja, zeker. Zeker. Weekend weer. Maar bij Juventus, Matthijs de Ligt, dat is toekomstig aanvoerdersmateriaal. En misschien wel sneller dan wij denken. Dat is wel echt een geboren leider. Klinkt zo gek. Maar als hij vertrouwd raakt, en dat is hij nu toch wel. Hij heeft wel zelfvertrouwen dat hij het niveau aankomt bij Juventus. Binnen afzienbare tijd, dan ga je van die filmpjes krijgen dat je gewoon alle gevechten tussen een spits en Matthijs de Ligt, en dat hij dan elke keer bovenhand op YouTube, dat gewoon 5 minuten lang Matthijs de Ligt tegen een topspits. En dat hij dan elke keer aftroeft. Dat is mooi om te zien. Ik zal kijken. En wat Van Dijk natuurlijk ook bij Liverpool heeft meegemaakt, dat spitsen hem eigenlijk een beetje gaan mijden. Want ja, je bent vrij kansloos aan die kant. Die kant gaat het bij Matthijs de Ligt natuurlijk ook op. En dat zie je al gebeuren bij Lotti tegen de Ligt. Dat de Ligt dan, vorig seizoen heb ik het nu over, dat hij dan elke keer hem te snel afwisselt. Dat ze bijvoorbeeld hij dan op een gegeven moment ook maar aan de andere kant gaat lopen. Maar misschien heeft hij dan iets meer kans tegen Bonucci. En dat blijkt ook zo te zijn. Want Bonucci heeft niet meer die scherpte. Maar Matthijs de Ligt is ook wel misschien een klasse beter dan Bonucci ooit is geweest. Ja, en Ronaldo blijft Ronaldo, hè? Ja. 2 goals weer, staat op 8. Wat een speler. Ja. Wat een ongelooflijk fenomeen. Ik vind het echt cool. Ja? Ja. Wat moet ik over Ronaldo zeggen? Dat hij cool is. Dat hij cool is. En dat jij ook naarmate je ouder wordt, beter wordt in je vak. Jij? Ja, maar ik heb toch heel vaak gezegd dat Ronaldo mij inspireert tot... Bijvoorbeeld, ik ben... Ben je ook een keizerfilosoof nu? Nee, ja, dat was ik al een tijdje, een keizerfilosoof. Maar ik ben ook bezig met... Kijk, ik ben van nature een klein beetje luiig. In die zin dat ik denk, ja, waarom zou ik nu op zaterdagochtend eventjes een bosloopje gaan doen? Of waarom zou ik eventjes een rondje gaan rennen? Maar dan denk ik aan Ronaldo. En dan denk ik, ja... Hij wel. Ik ga toch even toch een rondje lopen. Dan voel je je beter, dan ben je fitter. Toch even naar de sportschool, 2 keer in de week. Weet je wel, dat je dan zit je beter, dan kan ik beter met je praten. Anders dijk ik ook maar uit.
En dan, ja, ik voel me daardoor lekkerder. En dat zijn spelers als Ronaldo die mij daardoor inspireren. Maar stel je voor dat ik voetballer was geweest, was het nog erger geweest. Dus heel veel voetballers hebben dat. Die kijken naar Ronaldo. En dat is Haaland een voorbeeld van. Dat vind ik zo bijzonder aan hem. En dat hij het ook zelf... Dus Ronaldo is ook nog zijn eigen voorbeeld. Zeg wat ik bedoel? Nou, die kijkt in de spiegel. Denk, die Jezus, kijkt in de spiegel. Kijk, jij mag er zijn. Nou, jij bent een held. Jij bent een legend. Nee, precies. Maar dat is toch lekker als je dat kan. Als je in de spiegel kijkt en je denkt, ja, jij bent er eentje. Trainen. Huppa. En dat heeft Zlatan natuurlijk ook. Dat heeft Zlatan ook. Ja, zeker. Want die was ook op zijn 18e een beetje. Dat je, ja, die teerde echt op zijn talent. En die was buitengewoon getalenteerd. Alleen die werkte niet hard. Ja, die heeft ook dat verslavende van het trainen ontdekt. En die neemt dan ook die jonge jongens van Milaan mee met... jongens, wat gaan jullie doen? Nee, we gaan nu trainen. Huppa, kom. Ja. Die neemt die jongens mee. Nou, dat vind ik het mooie aan Ronaldo. Die neemt, bij Juve, dat hoor je van heel veel... Als ik dan die interviews lees, dan ik wil altijd weten wat gebeurt er nou in zo'n kleedkamer. En dan kun je, als je interviews goed leest, dan lees je dat goed terug. Van ja, ik kom nu een half uur eerder op de club. Omdat Ronaldo ook al bezig was. Dus dat wil ik ook. En dat zou hij neemt zo'n kleedkamer mee. Dat is mooi om te zien. Ja. En we hebben het over Messi gehad. Dat lees ik eigenlijk nooit over Messi. Nee, dat klopt. Dat hij een half uur eerder op de club was en dat andere jongens... Maar dat, ja, dat, is, nou, dat kun je niet van hem verwachten, want dat zit er dan misschien niet in. Maar Ronaldo is wel iemand die het goede voorbeeld geeft. Niet door de spelers op te bellen en te zeggen, jullie moeten trainen. Nee, door gewoon er zelf altijd te zijn. En dat inspireert natuurlijk wel. Als de kapitein van een schip het goede voorbeeld geeft, dan zullen er altijd wel 8-9 volgen. En als er 8-9 volgen, dan volgt de rest ook nog. Dus zo gaat dat natuurlijk. Dus ja, ik ben echt een keizerfilosoof aan het worden hier. Zeker, ja. Zeker. In de volgende video gaan we het hebben over een jonge doelpuntenmaker en een oude doelpuntenmaker. Teaser. Okay. Tot zo!